Maar dat je altijd heel erg snel moet gaan en dan kom je er ik net. Dus het zal soms zijn wat weergewurmd. Je ziet van Hannes Scherjon. Hannes Scherjon, kan hij dan voorbij die jongetje Pjouwen? Ja, dat slaat het. Ja, nou, dit hier even nodig, Hannes. Uitstekend niet. Ik ken die nog vorig jaar een FK. Dat is natuurlijk mogelijk. Hier komt Sytse Bokma. Komt er ietsjes leven in de zak, krijgt nog een tientje op de kleur, krijgt zeker de tientje, maar die uitsprong. Nou, dit zit er nog in volgens mij. Daar weer koeltjes door Geertingen. Hier komt Nard Brandsma, dan loopt het goed. Dat we nog gaan wenden. En de zak zit niet door, de zak zit heel erg door. En dan die kop en dan de rennen. Zo. En ik klik er weer in. Ja, Nard Brandsma. Ja. En dit is dan een echte winnaar inderdaad, want ik daar hebben we onze rond bij Nard Brandsma. Ik maak er wel vrienden dat is ze daar in de rond komt. Jan Terenota, die hij hier Frere Kramer voorbij. Ja, zeker. En dit is dat maar moeilijk mensen. Maar dit kan wel. Maar dit kan wel. Buiten Peter op de klim komt over in de stad. Zo, dit is weer een sprong. We hebben weer even op zitten wachten. Uitstekend hier voor Mark van Wal. Maar ja, hoe komt het eruit? Voorheen. En hier komt Wietsenauta. Hij weet voor de 4e keer achterkoren. Dat is straf. En dat die kan ik voorbij de centimeter. En dat die Jan Rappau Wietsenauta wint bij de jongens. De 5e wedstrijd. Achterkoren. Want er is het hier nog een half uurtje qua een toetje te maken. Maar ja, de top zit er nog steeds op. Het is uit voorbij de 5e meter. Nog een klips achterbij. En dan de roer in. Nou, wij jou een applaus, want ze wint. Hier is Sytse Bokma. En links nog de delta zetten. Prima hier. Kunnen we in. Oh, ze hebben het helemaal weer. Ja. En voor het eerst in al even voorbij de 5e meter.